Rosanne Dijkstra van Ockers & Schoppen Advocaten. Goedemorgen. 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 Welkom op ons feestje. Ja, leuk. Nou ja, feestje. Ik weet niet of het voor veel mensen een feestje kan zijn. Maar het gaat over een nieuw wetsvoorstel. Daar wilde jij het over hebben. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Wat houdt het in? Nou, het wetsvoorstel wat op 22 maart jongstleden is aangenomen door de Eerste Kamer, dat houdt in dat het gezamenlijk gezag automatisch wordt toegekend op het moment dat je het kind erkent. Wie dat ook is? Dat geldt dus, nou ja, dat geldt voor ouders die niet getrouwd zijn of die geen geregistreerd partnerschap hebben. Was dat nog niet zo dan? Nee, het was zo dat je, nu is het gewoon nog zo dat als jij, je krijgt een kind samen, je gaat het kind erkennen en heel veel mensen denken dan van, oké, maar dan heb ik alles geregeld. Hè? Ja. Ik ben dan vader. Heb je nog niet het gezag. Dus. Maar dan heb je nog niet het gezag. Ah, ja, nee, dat is het. Dan moet je de moeder wel, hè? Ja, de moeder natuurlijk wel. Hè? Die krijgt van rechtswege het ouderlijk gezag. Maar die vader, of dat kan natuurlijk tegenwoordig ook een meemoeder zijn. Hè? Maar laten we even uitgaan van de klassieke situatie, vader-moeder. Dan moet de vader nog samen met de moeder een aantekening maken in het zogenoemde gezagsregister bij de rechtbank. Ja, dan moet je naar Den Haag, moet je dat verzoek opsturen? Nee, niet naar Den Haag, hoor. Tegenwoordig via DigiD, dus op zich. Het is ook niet zo heel ingewikkeld, want je vult samen een formuliertje in en dat dien je in bij de rechtbank. En dan wordt het gewoon een vinkje bijgezet van nou, ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit. Maar je moet wel even weten dat je die handeling nog moet verrichten. Ja, want wat kan het gevolg zijn als je dat niet doet? Nou, dan kom je erachter bijvoorbeeld bij relatiebreuk van dat je geen gezag hebt. En wat moet je dan doen? Wat is dat gezamenlijk gezag? Ja, nou kijk, het gezamenlijk gezag houdt eigenlijk in dat je samen beslissingen moet nemen over alle zaken omtrent je kind. Hè? Dus ook toestemming voor welke school, voor verhuizingen, voor medische behandelingen. Eigenlijk alles moet je als ouders samen beslissen. En als de moeder alleen het gezag heeft, dan kan de moeder zeggen, nou, ik ga verhuizen naar Lutjebroek en ik ga gewoon met het kind daar naartoe. En vader, ja, jij blijft achter in een ander plaatsje. Maar ja, daar kun je dan niks meer tegen doen. Maar als je gezamenlijk gezag hebt, moet moeder eerst overleggen met de vader. Hè, uitgaande van dat het kind hoofdverblijf heeft ook bij die moeder. Die moet toestemming geven. Oké, duidelijk. Dus je moet samen beslissen over belangrijke zaken over dat kind. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Ja. Is dat met terugwerkende kracht of is dat gewoon vanaf dat moment? Dat is vanaf dat moment. Dat gaat niet terug. Nee, dat zal vanaf 1 juli denk ik dat het ongeveer in zal gaan op z'n vroegst. Dat duurt eventjes. En pas dan gaat dat in. Het is niet dat het met terugwerkende kracht. Is het ook een goede ontwikkeling voor een kind? Ja, ik denk het op zich wel. Hè, want het is natuurlijk wel ook de intentie hierachter is van we moeten de kinderen gelijk trekken. Het moet niet uitmaken of je binnen een huwelijk geboren wordt of buiten een huwelijk. Hè, je moet allemaal gelijk getrokken worden. Dus in die zin, ja, is dat voor. Vanuit die gedachte kan ik het wel begrijpen. En kan het ook zeker voordelen geven. Maar je kunt ook denken van ja, misschien levert het juist wel meer geschillen op. Want kijk, als je nu zegt van hey, ik geef jou toestemming voor erkenning. Mm-hmm. Nou, dan is het alleen erkenning. Dan heb je nog niet gezegd van hey, het gezag krijg je er ook gratis bij. En dat is dan wel zo. Terwijl die moeder misschien denkt van ja, ik vind prima, erkenning is oké. Maar wij zijn nou niet zo goed op gezamenlijke voet. Hè, dat kan natuurlijk ook. Dat kan van belang zijn bij donors, hè? Als iemand donor is voor een moeder, zeg maar. Ja. En later zou die donor dan zeggen, ja, maar ik heb toch ook wat erover te zeggen. Want uiteindelijk is het toch ook mijn kind. Ja, inderdaad. Natuurlijk weer een heel ander onderwerp maar, aan. Kunnen dit soort dingen wel van belang zijn. De belangrijkste dingen zijn natuurlijk wat je zegt. Het school, het ziekenhuis, medicijnen, allemaal van dat soort dingen. Er zijn nu heel veel vaders die denken van, ja, ik weet het eigenlijk niet dat geregeld is. Nee, dat klopt. En de informatievoorziening is ook eigenlijk beperkt. Ja, nou, daar zul je toch even over na moeten denken op het moment dat je samen zwanger raakt en je gaat voor een kindje. Dan is het wel verstandig natuurlijk om daar ook je een beetje in te verdiepen. En met terugwerkende kracht, hoe kom je daarachter? Dat je denkt van ja, als dat zo meteen gaat veranderen, dan kan ik dat gaan veranderen. Maar het is niet met terugwerkende kracht. Nee, het is niet met terugwerkende kracht. Hè? Maar je kunt natuurlijk nu ook, als je nu zegt, kunt nu nog steeds naar de rechter. Hè? Ja. Dus natuurlijk gewoon, je kunt nu gewoon zeggen van hey, ik wil gezamenlijk gezag. Dus dan kun je dat aanvragen. Alleen het voordeel van die wet is dat je het al automatisch hebt. Ja. Maar je kunt ook denken van ja, wat nou als dan inderdaad na die relatiebreuk dat bijvoorbeeld de moeder zegt van ja, maar ik vind dat gezamenlijk gezag eigenlijk helemaal niks. Die moet dan naar de rechter toe om het weer te beëindigen. Ja. Hè? Waar kan je informatie over dit soort zaken eigenlijk vinden? Nou, ik kan me zo voorstellen dat je naar de gemeente gaat en je gaat erkennen dat de gemeente je ook wel wat informatie geeft. En anders kun je altijd kijken op de website van rechtspraak.nl hè, van de gerechten. Want daar kun je ook dat gezamenlijk gezag aanvragen. En Rijksoverheid zal ongetwijfeld ook daar informatie over geven. En ik denk
denk ook wel als dit in, dat er hier binnenkort ook wel meer informatievoorziening over mag je hopen dan. Hè? En anders jou even bellen. En anders kun je mij altijd bellen. Met Rosanne Dijkstra, advocaat bij Aukers & Schoppen. Advocaat, bespreken we een zaak die van de week bij ons op de site ook stond. Gaat over een eigenaar van een verbouwd pand. En die moet een dwangsom gaan betalen, maar daar gaat hij een zaak tegenaan spannen. Kun je eerst even uitleggen hoe deze zaak een beetje in elkaar zit? Ja, dat kan ik. Ja, het gaat om een pand in Almere Stad, Randstad 22. Dat was een voormalig kantoorpand. En de eigenaar die heeft in 2017 het idee opgevat om daar woningen van te maken. Nou, heeft hij netjes een vergunning voor aangevraagd bij de gemeente Almere. En die vergunning is verleend. En hij is gaan verbouwen. En daar zijn mensen ingetrokken. Alleen de gemeente Almere die heeft geconstateerd dat er voornamelijk, maar volgens mij alleen maar, arbeidsmigranten in dat pand zitten. En nu zegt de gemeente van ja, dat was niet de bedoeling. Waar zit hem daar aan de crux? Moet je daar dan apart weer vergunning voor aanvragen? Mag dat niet? Nou, wat ik ervan begrijp is dat de gemeente die heeft het idee van die vergunning was van er worden iets van 58 eenkamerappartementen gemaakt. Waarbij gewoon ja, een stel gaat wonen of waar één iemand gaat wonen. Nou ja, gewoon niet per se voor. Kijk, ze hebben het idee dat er nu een soort van hotelfunctie is gecreëerd voor die arbeidsmigranten. Dat hoor dus die komen een bepaalde tijd komen ze erin en dan gaan ze weer weg. Ja, niet voor langdurige bewoning. Nee, dat is inderdaad zwaar. Wat is geuit van, het lijkt een beetje een hotelfunctie te krijgen en het wordt overvol. Dat is ook dan het idee erachter van, voor de volksgezondheid kan dat wellicht niet goed zijn als mensen daar hutje-mutje op elkaar zitten, een beetje gechargeerd. Maar dat is eigenlijk, het is niet een normale bewoning in hun ogen normaal, zoals ze dat bij die vergunning hadden voorgestaan. Ik denk dat daar het een beetje in zit. Ja. En nu is er inderdaad een dwangsom opgelegd vanuit de gemeente. Van ja, dit moet gestaakt worden. We willen niet die bewoning door arbeidsmigranten. Niet zozeer omdat het arbeidsmigranten zijn, maar puur wat ik net aangaf van te overvolle bewoning. En dat was niet het oorspronkelijke idee. Okay. Heeft de rechter hier al een uitspraak over gedaan? Is dit een hoger beroep? Nee, wat ik ervan begrijp is dat er een dwangsom is opgelegd en dat daartegen bezwaar is aangetekend door de advocaat. En de advocaat die zegt van nou, dat moet gewoon, die gaan we niet betalen. Want dat is helemaal niet terecht. Want wij hebben gewoon keurig netjes in lijn met de vergunning die appartementen gebouwd. En er is geen sprake van een hotelfunctie. Want ze wonen heeft er wel een half jaar. Ik denk het wel. Want voor hetzelfde geld komt er in Almere een grote groep vluchtelingen uit de Oekraïne. Waarvan ze zeggen van nou, prachtig pand daarvoor. Voor mensen die alleen zijn of misschien met een kind. Ja. Dat mag dus ook niet. Ja, nou ja, dat zou dan inderdaad ook maar de vraag zijn inderdaad. Hè? Welke toets leggen ze dan aan? Hè? Dat is inderdaad ook, ik heb geen uitspraak nog gezien. Dus er moet ook een uitspraak gedaan worden. Ja. Dus ik heb ook alleen maar dit stukje gelezen. Maar als ik het zo hoor, denk ik van ja, dat is waar wel. Waar zit het hem nou in? Waar dan, zit hem nou in? Ja, precies. Wat mag wel en wat mag nou niet? De gemeente zal zo'n vergunning toch ook duidelijk opstellen. Hè? Dat je dan denkt van nou, er is geen spel tussen te krijgen. Maar blijkbaar dus niet. Want die advocaat van die man die zegt van nee hoor, want wij voldoen gewoon aan alle richtlijnen. Ja. Wie moet nou bewijs leveren dat het niet zo is? Ja, dat is uiteindelijk aan de gemeente, denk ik, om ook aan te tonen van dat hier sprake is van een overtreding van die vergunning. Hè? Dus daar zal de gemeente ook, die heeft natuurlijk die dwangsom opgelegd. En daar moeten zij natuurlijk ook mee komen. Ja. Kan er wel een tijdje overheen gaan dus. Dat denk ik wel. Ja, en als zo'n dwangsom dan ook blijft oplopen, dan gaat de gemeente op een gegeven moment, ja, we zijn 6 maanden verder en u heeft nu uiteindelijk toch verloren bij de rechter. Mm-hmm. Dan moet u dus ook die dwangsom van die afgelopen maanden gaan betalen. Dat hangt er een beetje vanaf, denk ik, van wat staat er in die vergunning. Ja, precies. Als daar echt staat van, je mag niet voor arbeidsmigranten, of kort, dan is het zo geregeld. Ja. Alleen, maar dat staat er denk ik niet in, hè? Dat denk ik dat het niet in staat. De advocaat zal wel zeggen, het staat er niet in. Dus zijn natuurlijk de gescheiden gezinnen waarvan de man misschien een appartementje daar heeft. Of soort dingen. Of mensen die tijdelijk iets Ja, mijn advocaat zegt ook van er zitten ook. Wat bedoel je, hotel? Ja, er zitten ook stelletjes wonen er ook. Hè? Die wonen er ook gewoon samen. Een hotelfunctie. Ja, ze wonen er minstens een half jaar. Dus het is ook niet van dat er om de week andere mensen in zitten. Maar ja, de gemeente zegt het wordt overvol. Want er zijn bijvoorbeeld 3 of 4 mensen op zo'n kamer. En dat kan nog gevaarlijk zijn voor de. Ja, daar zou misschien nog iets voor te zeggen kunnen zijn. Ik weet niet hoe groot het is natuurlijk. Maar Goed, we houden de zaak in de gaten. Rosanne Dijkstra, dankjewel.